We zijn in 1891 eigenlijk opgericht door Eugène Leen. We zijn dan ook gestart met de Gazette van Hasselt. Dat was ook meer een lokale drukkerij. Nadien dat eigenlijk de generaties een beetje vorderden, zijn we natuurlijk ook meegesprongen op het gelegenheidsdrukwerk en is het zich meer naar de particuliere markt gaan begeven. Nu zijn we ondertussen in de vierde generatie en bestaan we ook al meer dan 120 jaar. De vierde generatie spitst zich eigenlijk ook nu meer toe naar het B2B-leven. Dus we hebben ook nu tegenwoordig veel meer bedrijven als klant. Voornamelijk werkten we eigenlijk met BigWatcher helemaal in het begin. Dat was een programmaatje dat hier ook lokaal verkocht werd. Op zich was het wel een succes, totdat eigenlijk de persoon die het uitvoerde beslist heeft om ermee te stoppen. We zijn dan naar nog een andere oplossing gaan zoeken, wel zijnde HyFlex. HyFlex was op zich een heel goed programma, maar ook dat is natuurlijk stopgezet geweest omdat we de support eigenlijk niet voldoende was naar onze normen. Hoe dat eigenlijk voordien verliep was eigenlijk ook met BigWatcher. Je had daar puur textuele informatie, je had eigenlijk geen calculatiegegevens. Met HyFlex was dat dan al een beetje meer gestroomlijnd. Maar daar zat je dan ook weer al met het probleem dat op dit moment alleen de calculatie liep en de orderopvolging werd er eigenlijk nog niet in gebeurd. Ook daar werden eigenlijk ook heel veel Excel-files nog apart bijgehouden en documenten apart bijgehouden zonder eigenlijk echt een systeem te hebben. We zijn op zoek gegaan naar verschillende MIS-software toen we besloten hebben om met HyFlex te stoppen. We hebben dan Multipress uitgenodigd via de website ook. Gamsis en CERM. We hebben een demo georganiseerd met alle verantwoordelijken vanuit het bedrijf, zodat je van iedere segment eigenlijk ook direct het gevoel had van oké, hier zitten we eigenlijk goed met het programma, hier niet. En bij Multipress hadden we eigenlijk direct het meer gebruiksvriendelijke gevoel. Dus daar had je een zeer logisch systeem dat zeer logisch in elkaar zat. Onze klanten hebben eigenlijk heel rap gemerkt dat er iets veranderd was binnen drukkerij Lenia. Niet daarvoor zozeer dat er een nieuw MIS-systeem was, maar wij konden gewoon vragen veel rapper beantwoorden. Wij konden ook veel rapper inspelen op waar dat een order zich bevindt. De communicatie tussen de klant en tussen de orderbegeleider werd gewoon eigenlijk fenomenaal verbeterd. Dat Multipress niet custom-made geschreven is, vind ik eigenlijk niet per se nadelig. Eigenlijk in tegendeel. Het werkt op een zeer logische manier, op een zeer gestandardiseerde manier, die voor iedereen een beetje hetzelfde is en waar dat ook iedereen gemakkelijk mee kan volgen. Als je met custom-made zaken gaat spelen eigenlijk, ja, dat heeft zijn voordelen dat het misschien het bedrijf wel verder helpt. Alleen moet je natuurlijk voor alle specifieke handleidingen zelf gaan schrijven. Je moet ook zelf een deel gaan ontwikkelen. Dat is iets wat uiteindelijk Multipress voor ons helemaal doet. Op vlak dat Multipress eigenlijk mee aan de toekomst denkt, dat denk ik absoluut wel. Ik denk het grootste bewijs daarvan is dat ze ook dikwijls zelf vragen aan de klanten. Zijn er zaken die we eigenlijk nog kunnen verbeteren? Ze hebben een zogenaamde wishlist, waarbij dat eigenlijk ook klanten zelf hun wensen kunnen voorstellen. En ik denk dat dat ook een heel grote troef is. Mijn verwachting eigenlijk naar de toekomst voor Multipress is eigenlijk dat er meer ingespeeld kan worden tussen de communicatie tussen de verschillende modules. Met de autofill van Multipress zal dat waarschijnlijk wel een dikke in orde komen, maar dat zie ik eigenlijk naar de toekomst toe weer nog wel zeker van pas komen.